Ja, Tony Vrela terug in Nederland. Koud, hè? Ja, ik kwam gisteren terug en temperatuurverschil merk je wel, ja. Ja. Hoe heb je het avontuur ervaren? Ja, het was voor ons dan een beetje teleurstellend eigenlijk. 3 keer gelijk gespeeld. We hadden er alles aan gedaan om door te gaan, om de kwartfinales te bereiken. En dat is niet gelukt. Dus dat is voor ons qua resultaat enigszins een beetje teleurstellend. Maar al met al, ja, we hebben 3 best wel goede wedstrijden gespeeld. 3 keer gelijk gespeeld, maar we waren wel constant een beter team. Dus dat is extra zuur om dat we de volgende rondes niet bereikt hebben eigenlijk. Nou, jou persoonlijk, je hebt de laatste wedstrijd meegedaan. Hè? Je hebt ongeveer 75 minuten meegedaan. Had je persoonlijk ook meer gehoopt op meer speeltijd? Ja, zeker, zeker. Je gaat erheen natuurlijk om en dan wil je ook zoveel mogelijk spelen. En ik trainer koos de eerste 2 wedstrijden voor iemand anders op mijn positie. En de laatste wedstrijd in de pool heb ik wel gespeeld inderdaad. En ja, aan de andere kant had ik daar iets meer op gehoopt inderdaad. Is het niet vervelend dat je nu bij Excelsior een tijdje weg bent geweest? Ik bedoel, het middenveld staat in principe aardig. Ja, natuurlijk, dat weet je van tevoren. Kijk, je gaat naar een toernooi en het is midden in het seizoen. En de competitie gaat ook gewoon door. Dus ja, dat is gewoon hoe het is. En daar kan je niks aan veranderen. En ik ben weer terug. Ik ga gewoon keihard werken om in de ploeg te spelen. En daar hebben we de komende periode voor. Ja, ga je ook je ervaringen delen? Want ik denk niet dat er heel veel spelers in de selectie zijn die zo'n eindronde hebben meegemaakt. Nee, klopt. Dit is voor mij ook een 2e keer en die ervaring neem je inderdaad mee. Niet alleen het voetballen ervaring, maar ook eromheen wat je daar ziet. Dit is wat dat betreft echt een echte Afrika Cup wat we hebben meegemaakt. Dus die ervaring zal ik zeker met de jongens delen. En die willen ook allemaal de verhalen, die willen ze ook allemaal weten. En, zal ik zeker. Noem eens een verhaal van het kort. Nou ja, dan, qua velden bijvoorbeeld, trainingsvelden, dan kom je de eerste dag daar en dan verwacht je op een mooi trainingsveld te spelen. En dat is dan niet overal het geval. Dus ja, dat soort dingen. En daar loop je gewoon tegenaan. En dat weet je ook van tevoren, dat niet alles zoals hier in Nederland is. En ja, dat zijn gewoon wel ervaringen die je meeneemt. En ook als je door het land zelf rijdt en je ziet de omstandigheden waar mensen leven. Ja, dan ga je toch nadenken en dan weet je toch van hey, hier in Nederland hebben we het toch goed. En dat is wel een levenservaring wat je de rest van je leven bij je zal krijgen en hebben.